Ja, goedenavond. Nu moet ik met mijn gezicht naar de zaal toe gaan staan. Ik heb net gehoord dat er heel veel mensen niet zijn gekomen. Omdat je nooit weet wat de repercussies zouden kunnen zijn van een bezoek aan deze avond. Dat klinkt allemaal heel dreigend, maar als je er van een deftige academische afstand naar kijkt... en waarom zouden we dat vanavond niet eens doen voor de gelegenheid... er zit er ook wel een hele grappige paradox aan SyRI, aan dat systeem. En dat is de paradox van de openheid. Hoe opener de burgers, hoe meer ze baden in het licht... en hoe transparanter hun levens, hoe geslotener de overheid. De korpschef Welten zei ooit... privacy is een schuilplaats van het kwaad. En die leuze is sindsdien beleid geworden... En dus wil de overheid alles over de burgers weten, maar over de overheid weten de burgers niets. Rondom de inzet van SyRI is namelijk alles geheim. De inzet ervan zelf, waarover je niet wordt geïnformeerd. De risicomodellen die worden gebruikt zijn geheim. De analyses die eruit rollen zijn geheim. De gegevens die erin gaan zijn geheim en kunnen niet worden aangevochten. Wat SyRI kost is onbekend, wat het oplevert is onbekend, wat het doet, wat je eraan hebt, hoe duur het is. Je weet het niet, want de overheid hecht aan haar privacy. En een aantal jaar geleden deed deze hele situatie mij denken aan zo'n verhoorkamer die je altijd op de televisie in politieseries ziet, waar de verdachte onder TL-licht hardhandig wordt ondervraagd, terwijl de overheid van achter de spiegelruit onzichtbaar en ook ongezien toekijkt. En soms ben ik bang dat ik dit soort dingen zelf bedenk. Wat heel onhandig is, want dan telt het natuurlijk niet. Want wie ben ik nu helemaal? Dan ga ik op zoek en gelukkig vond ik dat iemand anders datzelfde beeld had gebruikt. Namelijk Frank Pascal in zijn boek The Black Box Society. En hij noemt het daar een one-way mirror, een eenrichtingsverkeer, spiegel. De staat kan jou wel zien, maar jij ziet de staat niet. Nou ben ik dus, deze week heb ik besloten om mede-eiser te worden in de rechtszaak tegen de staat. En wel omdat ik uit die kamer wil. Alle betrokken organisaties die u net hebt opgesomd gehoord... hebben een veel bredere, fundamentelere vraag aan de rechter. Maar mijn eigen vraag aan de rechter is vrij beperkt. Laat mij eruit. En waarom is dat nou zo erg in zo'n verhoorkamer? Dat vragen de meeste journalisten. Althans, journalisten vragen dat meestal niet aan mij. Die vragen dat aan Tommy Wieringa, want die kan veel harder praten. Maar ik ga er toch antwoord op geven. Waarom is dat in die verhoorkamer zo erg? Ik heb vier korte antwoorden. Toenemend, steeds korter wordend. Ten eerste, het is zo erg omdat zo'n systeem als SyRI de onveiligheid in de samenleving bevordert. In het recht in het algemeen is het allerbelangrijkste en het allereerste principe het legaliteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat overheidshandelen moet zijn gebaseerd op een daaraan voorafgaande bepaling. Zoals in het strafrecht een daaraan voorafgaande strafbepaling. En dat wil zeggen ook volgens Europese uitspraken dat wetgeving toegankelijk, nauwkeurig en voorzienbaar moet zijn. En er zijn in het recht natuurlijk ontelbare waarborgen rondom openheid van de kant van de overheid, zoals vrije toegang tot de rechter. Dat wil zeggen, als iets gevolgen heeft voor je rechtspositie, moet je weten wat, waar, wanneer en hoe en waarom. Je moet het zien aankomen en je moet er achteraf op kunnen reageren. Door een van de raar en vreemd toeval heb ik wat verstand van... industrieën, zoals de chemische industrie en de luchtvaart... en de manier waarop die zorgen dat je je primaire processen binnen zo'n industrie zo veilig mogelijk krijgt. En een van de belangrijke dingen is dan het invoeren in je organisatie, in je bedrijf, van een just culture, een open cultuur. Just culture betekent dat werknemers in je bedrijf in staat zijn vrij met elkaar en ook met de leiding van het bedrijf te praten over het werk, over hun eigen handelen, hun gedrag, over dingen die misgaan, zonder zich zorgen te hoeven maken over repercussies. Zolang ze tenminste bona fide zijn, dat wil zeggen niet malafide, zolang ze niet expres de boel zitten te saboteren. En zo'n just culture zou je ook binnen een staat willen. Burgers die vrij uit informatie geven, vrij uit praten met de overheid, zonder bang hoeven te zijn voor repercussies. Die hele geheimzinnigheid rondom SyRI is dus vooral fataal voor zo'n veiligheidscultuur, voor een just culture. Als je niet wordt beoordeeld op basis van jouw overtreden van een zichtbare en kenbare norm, dat je iets doet wat heel erg overduidelijk niet mag, maar je wordt beoordeeld op basis van geheime profielen, is de angst voor repercussies dus aanwezig in ieder contact met de overheid. En dat wil zeggen dat mensen gaan draaien en duiken, ze gaan dingen verzwijgen. En dat is precies waarom industrieën dat ook absoluut niet willen. Het gevolg van draaien, duiken, liegen, zwijgen is nog meer controle van de kant van de overheid, met als gevolg nog minder samenwerking van de kant van de burgers. En dat maakt die samenleving door en door onveilig. En geen enkele gezonde industrie zou een systeem zo inrichten. Ten tweede, waarom is de inzet van zo'n systeem zo erg? Omdat het systeem niet werkt. Je zou kunnen zeggen, haal die spiegel weg die in zo'n verhoorkamer is. Gooi dat raam open, zodat we die overheid kunnen zien. Is dan het probleem opgelost? Nog niet. Want ook dan is de inzet van zo'n profileringssysteem, gebruik van profielen voor de opsporing van fraude, niet zo erg handig. En dat levert kennelijk ook heel erg weinig op, anders hadden we dat wel van de overheid triomfantelijk vernomen. Hier geldt vooral ook het oude ICT-adagium garbage in, garbage out. Stop je de rotzooi in het systeem, dan krijg je de rotzooi uit. Stop je onjuiste, verouderde, vervuilde data in die systemen, dan krijg je er onjuiste en vervuilde conclusies uit. Dus het kan misschien wel, het inrichten van zo'n systeem met nieuwe technieken, maar dan heb je ook heel erg veel nieuwe waarborgen nodig. En die nieuwe waarborgen die biedt SyRI precies niet. Sterker nog, als je kijkt naar het hele gedoe rondom SyRI en wat er allemaal wordt opgevraagd en vervolgens door de overheid over wordt verteld, dan zie je dat kennelijk in dat hele proces, in het hele systeem, niemand zich bewust is van de simpelste problemen en oplossingen. Bijvoorbeeld alleen al niet van zo'n simpel garbage in, garbage out probleem. Er is geen procedure opgezet voor overleg over de juistheid van data. En datzelfde geldt voor de modellen en analyses die ook niet net zo goed, net zo min als de data aan de boom groeien. Je kunt niet met een vlindernetje de natuur intrekken en dan data gaan vangen. Die worden gemaakt door mensen. En net zo goed worden de modellen en de algoritmes gemaakt. En die stoppen hun eigen vooroordelen en misverstanden erin. En daar zou je het dus over willen hebben. Als dat niet kan, omdat alles geheim is en verborgen en in de schaduw woekert, dan versterkt het systeem vervolgens die vooroordelen en misverstanden alleen maar. En dat brengt me kort bij het derde bezwaar, want waarom is dat profileringssysteem zo erg? Omdat het ten eerste de samenleving onveilig maakt, omdat het ten tweede niet werkt en omdat het ten derde oneerlijk en onrechtvaardig is. Ik reed de onlangs zeker 2 weken rond met een kapot dimlicht aan mijn auto. En af en toe stond ik bij een stoplicht achter een politieauto en was even ongerust, maar er gebeurde nooit wat. Geen politieauto lette ook maar op mij. Totdat ik bij een, s'avonds laat, bij een verlaten pompstation de pompbediener die ik ken en die uit Roemenië komt, tegen mij zei dat hij mijn lamp ging maken. En dat vervolgens in het pikken donker en wind en regen ging doen. En er kwam nog een jonge man in een auto voorbij, die bleek automonteur te zijn. En die had duidelijk, was van Marokkaanse komaf. En zo stonden ze met z'n tweeën mijn licht te repareren. Want, jongen, zeiden ze tegen mij, kijk maar uit, je kunt er geen dag meer rondrijden. Je wordt echt de eerste dag ogenblikkelijk aangehouden. Want tegenwoordig word je bij het minste geringst aan de kant gezet. Dus dit kan echt absoluut niet. En zij wisten niet, dacht ik tot mijn grote gêne, dat de politie, als die mijn kenteken invoert en mij checkt, denkt, ach, dat is die aardige rechtsfilosoof die altijd zo constructief meedenkt over profileren. Ik ben werkelijk van mijn leven nog nooit aangehouden door de politie. En dat wil zeggen dat al mijn overtredingen, want die pleeg ik vele, dus niet in de databestanden terechtkomen. Technologie versterkt de vooroordelen en lost ze niet op. En al deze problemen die verhelp je allereerst door de geheimzinnigheid te doorbreken rondom SyRI. Dat wil zeggen dat het raam in de verhoorkamer moet open, wetgeving moet openbaar blijven, procedures, datadefinitie, modellen moeten bespreekbaar worden, maar ze moeten ook weerlegbaar worden en aanvechtbaar. En dat brengt me al met al bij de laatste, en dat is de overkoepelende bezwaar tegen SyRI. Ik vind het vooral, en dat is misschien vooral een persoonlijke mening, zo erg omdat het zo onvolwassen is. Het verontrustende aan dit soort ontwikkelingen is nog niet eens het gebruik van data en risicomodellen en algoritmes. Het verontrustende daarvan is de naïviteit van de gebruikers en degene die het opzetten en inzetten. Want laten we vooral niet kinderachtig zijn over de toekomst. We stevenen af op een hyperverbonden wereld waarin werkelijk alles aan elkaar wordt gekoppeld, en dat gaan we niet tegenhouden, ook niet met zo'n rechtszaak. En die hyperconnectivity die gaat het rechtssysteem ingrijpend en wezenlijk fundamenteel veranderen. Niet alleen het rechtssysteem, ook de politiek, de economie en alles. Grenzen tussen mens en materie gaan vervagen. De wet staat straks niet langer op schrift, die wordt ingeschreven in de wereld, in de omgeving, in onszelf. Die wordt Kafkaiaans in onze huid geëtst. Machines nemen binnenkort alle politieke beslissingen. Als je dan nog een open, rechtvaardige en functionerende samenleving wilt hebben, zul je dus nu moeten beginnen je te realiseren dat je alle waarborgen, juridische waarborgen, democratische waarborgen, nieuw zult moeten gaan doordenken. En dit hele SyRI in het geniep met geheime modellen naar burgers gaan zitten loeren, is niet het begin van zo'n volwassen 21e eeuws rechtsdenken. En dat is eigenlijk precies waarom ik uit die kamer weg wil. Ik wil naar een veilige en volwassen toekomst. Dank u.